Oké, okay, gaan we testen. Oh! En dan mag ik snoepen. Oh yeah! Verdammies! Oh wow, dat is echt snoepachtig dit. Oh my god. Nou, Haley die is haar eerste suikerspin aan het maken. Kijk eens, Haley. Oh! Ik ben Haley. Ik ben Heden. En vandaag gaan we een snoepwinkel maken in huis. Nou, we hadden toch eens een keer een ijswinkel gebouwd. Maar we gaan nu hetzelfde doen. Maar dan als je nog niet hebt gekeken, moet je sowieso die gaan checken. Ja, die kun je ook. Hier hebben we allemaal heel veel snoepen. We hebben allemaal van die snoepautomaat dingetjes. Maar dit is... Jullie denken als potlood ermee is. Oh. Oké, zo hou je het in de hand. Alles valt wel uit elkaar. Ja, dit is dus de grootste kauwgom van de wereld. Ja, vast en zeker uit de Jamin komt het, hè? Nee, die kwam van de Solo. Maar zijn het niet allemaal kauwgomballen of is het een hele lange kauwgom? Het is één hele lange kauwgom. Oh, maar één hele lange kauwgom. Ja, oh. Dit is het beste van allemaal. En ik vind deze ook heel vet. Suikerspinautomaat hebben we gekocht. En deze hebben we van Kelly en Joran gekregen. Ja, een kauwgomballenautomaat. Dat kwam goed uit, hè? Nou, als Kelly en Joran deze video kijken... Nou, jullie, we hadden toch gelijk. Suikerspinvideo. Die komt goed voor. En kijk, hier kun je ook mee suikerspin maken. Maar dit zijn niet de enigste potjes. We hebben dan nog allemaal potjes in alle kleuren en smaken. Hier, zou je alles maken? Banaan. Kijk hier. Oké, okay, we hebben hier roze aardbei. Lichtroze bubblegum. Groen appel. Banaan. Geel bananensmaak. Oranje sinaasappel. Spierwit. Ja. Wat is het? Nougat. Noga. Noga smaak. Wat is dat dan? Ja. Wat zit jij daar ook in? Papa, heeft echt de beste plek van het huis uitgekozen. Ik wil gewoon in de snoepwinkel zitten. Dat is altijd een droom van me geweest. Eigenaar van de snoepwinkel. Ja, nou, maar okay, dat zijn jullie, hè? Want jullie zijn de eigenaar. Oh. En dan zijn wij wel de klant. Gaan wij wel snoepjes kopen? Mag ik niet de manager zijn? Hij is de manager. Oké, okay, en waar gaan we mee beginnen? Hoe gaan we beginnen? Wat is het plan? Want we hebben ook allemaal snoep. Okay, hier, kijk, hier is de appel. We gaan even alle snoep meenemen. Die gaan we even neerzetten. Oké, okay, maar je mag het allemaal in die potjes en zo doen, hè? Ja. Oh ja, okay, we gaan de potjes verder. En hier heb ik van die, hoe noem je dat? Display. Etagère. Kijk eens, meneer, voor u de etagère. Ja. Papa de etagère. Oh, net als IKEA dit, ja. Ik krijg ook schroeven over. De handleiding zit erbij. Okay. Deze mag je toch ook gebruiken? Ja, kijk nou, die is zo schattig. Ja, leuk. Ik wil eigenlijk gewoon net op mijn kamer gaan zitten. Ja, het is een beetje, echt een beetje pastel en zo. Mama, mag je deze hierin doen? Kijk, ja, dat lijkt me wel een goed idee, mama, ja. En voor de gekkoos, zit geen handleiding bij. Het is gewoon, oh jee. Ik kan het wel. Nee, gaat papa wel lukken hoor. Ga jij eens zo'n machine vullen? Kijk, dan hebben we hier Skittles. Kijk, als je professional bent, dan laat je alles vangen. Maar als je niet professional bent, laat je niet vangen. Kijk maar. Oh. We hebben ook bubbelgum, hè, Eden? Daar hoort eigenlijk in. Nou, dat ziet er wel kleurrijk uit, toch? Deze is spannend. Dus je mag het helemaal vol maken. Heb je het al geproefd, het snoep? Zullen we eens testen? Ja, test hem maar. Dat moet natuurlijk wel werken. Ja, oké. Okay, gaan we testen. Oh! Werkt wel goed. Ja! Een beetje te goed. Wat is dat nou? Wat ga jij vullen? Dit zijn... Oh ja. Dit zijn Skittles. Passen die er wel doorheen? Als je hem ook... Ja, dat waren Skittles, ja. Maar misschien omdat ze klein zijn, dat ze dan moeilijker doorheen. Ik denk dat die er niet in past. Ja, oh, jawel, ook. Die werken beter. Het is voor grote dingen gemaakt, niet voor kleine dingen. Okay. Oh, dan hebben we hier die andere. Mama, ik ga deze erin doen. Ja, daar hebben we die rode voor. Waar is die rode? Waar is die rode? Hij staat hier even naast jou. Oh, hier, deze. Die is speciaal voor jou. Kijk, hier hebben we ook nog zo'n snoepmachine. Oh, die is speciaal voor jellybeans. Ja, die is speciaal voor jellybeans. Ja, jij lijkt ook op een bean. Lijk ik op een jellybean? Ja. Ja, maak die maar open, schat. Oeh, lekker. Lekker? Ja, kagom. Hoppa. Kagom. Kijk, dat is een jellybean machine. De jellybean machine. Oké, Heden, dan moet je die niet even neerzetten dan. Hier, kijk, gewoon een jellybean. Kijk wat ik met die van Kelly en Joran aan. Oh, ga jij die doen? Zal ik deze neerzetten dan? Schattig, zeg. Oké, dan zet ik deze hier zo neer. Ja, deze heeft een beetje taal. Dat is zo bij. Wat heeft hij eromheen? Oh, dan moet je even naar papa toe. Papa,
Ja, papa kan het fixen. Kan je ze echt opeten? Ja, je kan er wel op kauwen, maar moet niet doorslikken. Dat is kauwgom, hè? Nu heeft ze al geen smaak meer. Ja, dat moet je niet zeggen. Dat is slechte reclame voor de snoepwinkel. Oh, kijk nou, dat ziet er al schattig uit. Leuk, hè? Volgens mij hebben we nog nooit zoveel snoep gehad. Wat ben jij aan het doen? Je gaat het niet aan het karton eten. Oh, mag ik nog een kaakgompje? Oh, je hebt hem al weggegooid dan. Oh, die mag je op de... Hij ja, had geen mag smaak daar ook in. Had hij geen smaak meer? Ja. Ja, dan moet je maar iets anders kiezen. Oké. Okay. Hey, heb je nog meer kaakgom? Kaakgommachine. Ja, oh ja, zet die er maar bij. Hier zo. En hij, papa heeft er dan ook eentje. Ik heb wel één zo, hè? Ja, heb je die al getest? Nee. Nee? Wat doe je nou? Er zit toch een kraantje daaronder? Die moet je... dat die niet goed vast zat. Die moet je opendraaien dan, dat kraantje daaronder. Ja. En dan de hand eronder. Ja. Ja. Oeh. Werkt eigenlijk wel best wel goed. Ja, werkt dat goed? Niet alles stiekem opeten, hè? Ik ga één brood eten. Ja, één brood. Ja, is goed. Hebben die werken of niet werken? Dat is wel heel schattig. Kijk, let op, let op, let op, let op. Oh, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon schattig. Oh, ik wil het ook proberen. Ja. Op een of andere manier is het heel leuk, hè, dit. Ja. Zo schattig. Ik wil hier een rol met de beste. Nou, met de beste? Mm. Oh, wat vervelend. Maar is niet wel lekkerder, die snoepjes. Die nu mijn mond heb, die vond ik niet zo lekker. Die kauwgom? Ja, die was ook echt maar 50 cent of zo. Ja, godverdamme. Deze kauwgom is hier met mentos dan of zo. Ja. Oh, deze kauwgom is wel veel lekkerder. Nee, die bubbelgum die je bij de kassa kan kopen. Ja, inderdaad, die bubbelisjes, ja. Ja. Kijk, we hebben hier het eerste gedeelte. Kijk hoe schattig. Super cute. Ik heb lekker stift. Oh, lekker. Mm. Mama, volgens mij vind zo lekker. Ja, die vind ik lekker, ja. Inderdaad lekker. Wil je het tafelkleedje erop? Ja, hier. Kijk eens. Oh, is ook een spiegelmateriaal, moet even aan de kant. Misschien moeten we dat gewoon ooit beginnen, jongens. Een eigen snoepwinkel. Ja, leuk. We bewaren dit ook voor morgen. Dan kunnen we morgen ook even lekker snoepen zo. Morgen snoepen? Ja. Maar je mag toch niet te veel snoepen? Maar morgen is toch vrijdag? Ja, dat is waar. En dan mag ik snoepen. Oké, okay, dus daar komt dan een suikerspinmachine. Deze twee al voor, want dat zijn de originele suikerspinmachines. Zo'n beetje zo gewoon. Voorzichtig. Oh ja, goed zo heden. We hebben nog een mooie verlichting voor in de winkel. Ja. En er zat een hele mooie kleurlamp bij, hè? Ja, papa heeft roze en blauwe. Ik heb blauwtje. Ja, en Haley is het los. Kijk nou, hoe schattig er eruit ziet. Ja, dan moet je even de stokjes neerleggen. Dan ga ik met zo'n stokje bijvoorbeeld. Suikspin maken. Ja, we hebben nog spekjes. Ja, hebben we hier nog allemaal. En tumtummetjes. Tentamies! Oh wow, dat is echt snoepachtig dit. Oh my god. Papa, eten we ook blauw. Stoer. Hey dan. Wow, ja, jij kan dan de vullen en zo. Ja, maar goed, de vakken vullen ze. Nou, dan hebben we hier een hele lange slinger. Ja, die is ook leuk, hè? Oké, okay, we zijn klaar. De snoepwinkel is klaar. Ja. We hebben hier alle snoepjes. Deze snoepken die jij, die werkt heel goed. Ja, die ja, laat eens nog eens even zien hoe die werkt. Laat maar zien. Hoppa, en dan? Hap. Doe je hap. Ja. Ja, dus dan vullen we daarmee de zakken wel. En dan hebben we hier allemaal snoep waar we mee de zakken kunnen vullen. Als je suikerspin wilt, mag het ook natuurlijk. We maken met plezier suikerspin voor je en we hebben miljarden kleuren. Maar papa is de klant. Ja, nou, hij gaat jullie zo eerst even helpen met de suikerspinmachine. Ja. Nee, en hier hebben hij mooie lichten wat hij wil. Oh. Of jij mag kiezen. En hier hebben we mooie snoepkleurige lichten met je roze en blauw. En dat is een beetje snoepjesachtig en zo. En die pastelkleurtjes. Dan hebben we hier allemaal snoep liggen. Allemaal klaarstaan. Badadaan. Mm-hmm. Oh, kijk hier. Dit is tenminste een leuk snoepje. Nou, die gaan we even op de plank leggen. We kunnen het gewoon nog wat even. Hier. Ja, en hier heb je zo'n hele etagère met allemaal hamburgers. Mama, wil je een spekje? Ja, je mag het eventueel neerleggen. Op ik wil een... het wel aan jou geven hoor. Nee, je mag het dan op de etagère leggen. Dan kunnen we het bij je bestellen. Kun je hier spekjes gaan neerleggen? Ik heb een spekjeszak open. Dus ik wil de zak wel ergens neerleggen, want het ziet er mooi uit. Zo, ik weet niet welke kant je moet openmaken. Openingsplekje eigenlijk. Maar al deze spekjes zijn echt schattig. Je kunt ze net als van macaronnetjes of zo opgaan. Oh ja, ze...
Wil je proeven? Jij moet wel weten ze wat je verkoopt. Ze lijken macarons. Ja, de macarons. Macarons. En wat kost ze dan allemaal? Wat moeten mensen betalen? Ja. Of is het gratis? Dit kost allemaal miljoen. Ja, per snoeps. Een snoepzak. Ligt eraan hoeveel je in een snoepzak doet, hoe duur het is. Dus gewoon, je hebt weinig. Dat is 50 cent. Maar wat meer? Als je één snoepje haalt, is het 1 euro. En dan gaat het, en dan gaat het tot en met 5 euro. En hoe heet de snoepwinkel? De Snoep Sugar Candy. Sugar Candy. En wat zei jij? De Snoep der Beste. De Snoep der Beste, oké. Okay. Nee, de Sweets. De Sweeties. Nee. Ja, de Sweeties. Schatjes. Ja, dat betekent het toch ook. Maar je bent gewoon nu gratis snoep aan het uitdelen. Ja. Ja, goed bezig. Jij bent de enige die gratis gaat. Oh, ik ben de enige. Ik heb een jaarabonnement. En hier zie je dan, mooi dat kleedje. En de vlaggetjes hebben we nog opgehangen. En een pomponnetje daarbij heden. Zo kun je het geluid zachter maken. Ja, nu hebben we eigenlijk nog dit hele leuke item. En die willen we nu wel eventjes gaan testen, hè? Oké, we gaan het nu proberen om een suikerspin te maken. Moet je eens uitzetten als je de suiker erin doet. Oh ja, anders vliegt het natuurlijk in het rond. Ja, anders vliegt het echt alle kanten op. Ja. Dat gaat nu dus ook gebeuren, dus neem zoekdekking. Oké, zoekdekking. Pas op jongens, de suikerspinmachine gaat aan. Daarom doen ze altijd achterin bij normale winkels, maar bij wij zeggen ze... Nou, papa daar helemaal tot daar, kom! Kijk, dat hier binnen. Oh ja, oké. Zie je dus dat robotje spinnen, zie je dat? En nu gaat dat warm worden, zo meteen komen er uit die zijkant, hier komen die draden eruit, dat is super tof. Nou, Haley die is haar eerste suikerspin aan het maken. Oh, dat gaat wel goed. Dus ze doet een paar gaatjes. Doet ze het? Ja! Heb jij er een besteld? Ja. Ja? Ik wil misschien naar werk, maar werkgoed opstellen. Oh, kijk nou jongens. Hier. Oeh. Hey, kijk eens. Ik hem dat oh, dat gaat echt super snel. Wauw, je hebt gewoon de suikerspin. Ruiken. Ik wil ook ruiken. Niet even. Nee. Oh, ik wou zeggen, het ruikt ook echt naar suikerspin. Maar dat is het ook gewoon. Maar dan moet papa voor mij maken, want ik wil ook wachten. Vond je het moeilijk? Ja, toen was het moeilijk, maar ik heb het geprobeerd. Je hebt het geprobeerd, goed zo. We komen dus net tot de conclusie dat Elise hier wat beter is dan iedereen eigenlijk hier in huis. Dus Elise is vanaf nu aangesteld als suikerspinmaker. Mag ik nog een keer proberen? Ja, natuurlijk. Ik ga het nu een beetje door dan. Ja. Mama, mag ik hem dan opeten? Wil je hem opeten? Hoe doe jij met hem opeten? Kijk hoe mooi die is. Kun je zien welke kleur het is? Ja, het is groen, hè? Het is appeltjesmaak, is deze. Zullen we eens uit een beetje nog de voorkant? Het is heel belangrijk dat als je hem maakt, dat je eigenlijk de zijkant niet aanraakt. Mm-hmm. Ik denk dat we ervoor moeten gaan om te kijken wie zonder het de allergrootste maakt. Kijk eens, Hede. Oh. Oké, we hebben het allemaal geprobeerd. We hebben een suikerspin gemaakt. Ja, goed zo. Zie je nou wel? En, is die lekker? Hier, proost. Cheers. Mag ik de groene eens proeven? Ja hoor. Ik ben nu de winkelman en Hede is nu de klant. Hallo. Hallo. Ik wil graag een zakje met snoep halen. Dat is goed. Oké, dan zou ik er nog wel, kijken. Zou ik wel zo'n lipstick willen? Ja, dankjewel. Oeh, lekker. Doe er maar 3 spekjes bij. En dan wil ik graag nog van die kersjes. Oh, doe me daar hier 1 kagelbal van. Die zien er echt lekker uit, die kagelballen. Wat grappig. Hij is blauw. Oh, lekker. Ik ben gek blauw. Oeh, lekker. 50 euro. Oh, dank u wel. En wij twee gaan nu lekker snoepen. Gaan lekker snoepen? Nou, dat ziet er wel heel lekker uit hoor. Het is super schattig. En die komt weg. Dit is mijn snoepzak. Ik ga nu jouw snoepzak arriveren. Oh yeah! Goedendag meneer. Goedendag. Ik wil van... Wat wil je? Snoepzak, suikerspin? Ik wil heel graag deze. Wat wilt u bedoelt een snoepzak? Ja. Oh. Je wilt helemaal van die? Ja. Van de jelly beans? Ja, die zijn zo lekker. Wil je er veel of niet zo? Ik doe er nog maar een paar bij. Nou, ook een jelly beans denk ik, hè? Genoeg. Dan wil ik... Lekker veel jelly beans, nooit. Kabel. Hoeveel? Doe maar 2. Ik wil... Wat zijn dit? Dat zijn nog meer kauwgomballen. En hier hebben we nog Skittles. Ik wil graag een spekje. Oh, een spekje is hoeveel wilt u er? Maar iets van... 3. Oké, dan doe ik er wat gummies bij. En wil ik nog 2 slokkaartjes. 2
geef hem die. Alleen. Alleen, meneer. Oké, dat was het. Nou, zoals je ziet is dit een snoepwinkel. Ja, lekker. Dat is niet nou, eigenlijk een hele snoepwinkel. Ja, vind je het leuk? Ja. Ja. Oké, wat vinden jullie van de snoepwinkel? Ik vind het echt zo schattig. Ik vind het veel beter dan de ijsjeswinkel. Is die beter? Ja. Wat is er beter aan dan? Ja, kijk, er liggen dus. Dan zie je die groene muur niet meer echt zo. Wat is er mis met mijn groene muur? Nee, kijk. Je ziet toch al die zoete snoepige kleuren? Ja, dat is waar. En dan zit er zo'n groene muur. Zo. Ja, dat is waar. Oh, wat was dat? Oh, die moeten we nog uitpakken. We gaan kijken wat dit is nog. Oh ja, dat is goed. Pak maar. Is het niet een lange kauwgom? Wat Heden zei. Ja. Ja, oh, nou ligt niet meer. Het gaat wel naar de slinger. Ja. Oh mijn god, het is echt een lange kauwgom. Oh wauw. Oh wow, dit is één kauwgom, jongens. Die is helemaal voor mij. De langste kauwgom van de wereld. Het is gebroken. Oh, de slinger is gevallen. Nou, maar. Waar komt dit vandaan? Ja, dat komt van de solo. Hij is wel heel lang, het is heel cool, maar helaas is hij gebroken. Ja. Nou, we vonden het heel leuk om te maken en we hebben al die snoepjes en die automaatjes in Sola. Leuk. En we bedanken alvast Kelly en Joran voor dit automaatje, want hij maakt het helemaal af. Het is zo schattig dat het zo er langs rolt. En dit is ook allemaal zo schattig, dit toch Heden? Ja. Dus, vind je het ook zo leuk? Ja, maar de rest hebben we eigenlijk allemaal bij gekocht. Ja. En dan hebben we hier nog de suikerspin. De suikerspin is ook echt geweldig. Het is zo leuk met al die smaakjes. Vond jij het geweldig? Geef je de dingen daar omhoog? Vonden jullie deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Vergeet niet op de belletje te klikken. Tot de volgende video. Doei! Oh.